De sloop van slachthuis Hildman in Nijmegen-West is in volle gang. In de fabriekshallen is het de laatste weken druk geweest omdat het aanwezige asbest moest worden verwijderd. Inmiddels is de sloopkogel op enkele stukken van het complex al langs geweest. Stap voor stap worden de fabriekshallen tegen de vlakte gewerkt. Op de locatie van het slachthuis wordt na de sloop een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het nieuwe woongebied is onderdeel van het Waalfront.